Goedemiddag, het is vandaag woensdag. Ik ben met mama en Finn in Daan, bij het Daanpark. En hier zit een eekhoorn in de bosjes. Daar ergens zie je ze staart. Wij zijn net uit de metro gestapt. Dit is al een stuk van het park. En daar is het metrostation Daan Park Station. En je stapt eigenlijk bij 3 van de 6 uitgangen hier meteen uit in het park. We zijn nog maar 20 meter parking, nog niet eens. En we hebben al 3 eekhoorns gezien. En hier zitten ook allemaal mooie vogels in de takken. En hieronder in het water baden alle soms vogels. En hier overal heb je ook nog weer een stroompje water. Hier is je schildpad. Zomaar naast het pad. En daar is het water pas helemaal. Oh, hij kan gewoon naar beneden lopen. Hij is schildpad. Hij heeft zijn kop helemaal ingetrokken, ja. We zijn hier bij de ingang van het park. Hier achter mij is gewoon de stad. En hiervoor is Daan Park. En het gaat dus echt een heel eind verder. Je hebt hier ook basketbalcourts. Nog meer sportvelden, een vijver waar ze allemaal bijzondere beesten hebben. En in elk park heb je dus zoek vogels. Ja, dat is hoe heet het ook weer? Indische kwak? Ja. Dit is toch de Indische kwak? Dat is echt geen geniale standbeeldvogel. Hij ging net met zijn nek zo. En deze vind je dus in elk park. Dit is de ecologische pond. En hierin zitten dus ook allemaal vissen, schildpadden. En vliegen allemaal vogels eromheen. We hebben nog niet heel veel soorten gezien. Ze hebben hier dus ook groene duiven in Taiwan. Die hebben we helaas nog nooit gezien. Maar wel een groene Taiwanese barbet volgens mij. En dat is ook een knalgroene leuke vogel. Hier, kijk, hier hebben ze een schildpad en een vis samen zwemmen. Daar zwemt de schildpad. En daar verderop zitten dus ook nog allemaal vogels. Daar gaan we zo heen. In die boom ook helemaal. Kijk hoe dikke bamboestam. Hij is echt breder dan mijn bovenarm. Hier is ook nog weer allemaal bamboes. Gewoon hier in het park. Hier zitten dus allemaal vogels. Het zijn volgens mij witte reigers. Een Indische kwak. En nog een andere reiger met blauw. Daar zitten heel veel schildpadden verderop. Ik ga proberen te slapen. Je hebt dus ook een eilandje hier in het water. Dat is allemaal een eilandje. Ik denk dat de dieren daar ook gewoon lekker kunnen rusten. Gaat helemaal lekker. Ja, hij staat ook op één poot, hè? Ja. Slaperig vogel. Kijk, hier is de duif waar ik het over had. De white-bellied pigeon. En dit is de Japanese white eye. Dat is ook een kleine groene vogel. En nummer 7 is de Taiwan barbet. Welke? Deze is ook mooi, de famoze. Oh ja, de magpie. Die hebben we hier ook al gezien. Deze zit ook bij ons in de buurt. Dit is de black crowned nighthawk. Je hebt ook nummer 16, dat is de Europese. Europese. Dit is een valk. Nee, nummer 13 is nummer 13. Het. Dit is onze gewoon een Exter, zeg maar. Dit is familie van. Hier is nog een groene vogel. Dat is de Taiwanese. Nog een ze hebben hier ook nog hele grote ganzen. Daar zijn allemaal palmen. En allemaal bananenbomen. En het is echt super mooi hier zo. En daar is gewoon de stad. En dat stuk hebben we net doorgelopen. En hier heb je ook allemaal bomen. En hier heb je dus allemaal grasvelden. Maar het is niet echt gras. Het is vooral gewoon beegbree. Want ze zijn hier niet zo goed in gras onderhouden. Want het is veel te warm. Ik weet niet wat ze doen. Maar het lijkt alsof ze het water geven. Update. Ze halen algen eruit. Die man sproeit ze naar de vrouw. En de vrouw vangt ze op met een net. Ze hebben hier hele grappige fietsen. Je moet fietsen. Fiets maar. En dan komt er water uit. En daar heb je nog meer van. En als je in zo'n middelste zit, gaat het water ook nog daar op of zo. Ja, en je kan hier. En je kan ook nog een QR-code scannen en dan zien hoeveel liter water je doet. En daar zijn nog meer fietsen dat je regen krijgt. Je kan hier dus lekker fietsen en dan komt er water uit. En dan heb je een goede workout gekregen. En ze hebben ook zadels op verschillende hoogten, zodat iedereen kan fietsen, klein en groot. Dit is allemaal bamboe. Het is één mega bamboeboom en hierachter is nog een mega bamboeboom. En iedereen houdt hier van bamboe, want overal is bamboe. En het zijn echt heel veel stengels.
Heel veel stengels. Zelfs weer binnenin zitten nog stengels. Ja, kan je onder zitten. Nee, jammer genoeg niet. Wat dus heel gewoon is, is muziek maken in het park. We komen zo vaak overal mensen tegen die saxofoon spelen, klarinet spelen, gitaar spelen. Weet ik veel wat spelen, gewoon in het park of ergens in de bergen. Het is echt super leuk. Voor iedereen die zich afvraagt of het hier wel herfst is. Ja, het is hier zeker herfst. Hier liggen bergen met afgevallen blaadjes. En iedereen is het aan het opruimen. Daar zit allemaal zakken vol op te zien. Alleen, het is er nu vandaag wel 25 tot 27 graden. Dus het is wel een lekkere herfst. Aanschouw het openlucht amfitheater. Allemaal bankjes en een theater waar in het weekend vaak shows worden gehouden. Ik heb afgelopen week niet heel veel gevlogd. Vooral omdat ik gewoon druk bezig ben geweest met leren. Net zoals iedereen thuis. Dus, en we hebben ook niet heel veel leuke dingen gedaan. Dus ik heb jullie niet naar heel veel plekken mee kunnen nemen. Maar misschien komt er volgende week wel weer verandering in. Bedankt voor het kijken en tot snel!